Even zo, want dat is mooi. Ze zeggen misschien dat ik recht op onderwijs heb, maar het is eigenlijk niks voor mij. En die Webster zit toch niet zitten, dus ik maak zelf een diploma en hang hem op de muur. Kaarsje. Hierbij verklaar ik dat Berlijn het goed heeft gedaan. Wow. Die is super cool. Nu dat ik mijn eigen diploma heb en koning ben, kan ik nu eindelijk mijn eigen bedrijf beginnen. En ik noem het Cool Studios. This is me. When I was 11, I looked like a normal child, but how different is my life compared to that of other children? And not only in what I do, but especially in how I perceive and experience everything, and how I feel every day. I have autism. As a result, I experience stimuli more intensely than the normal standard. This prevents me from attending school. I get stress from these stimuli and even physical complaints, literally pain. As a result, I've been a stay-at-home kid for years. In those days, I often thought that I was worthless, that I just should die, because without school, I wouldn't have a future. I wouldn't wish that on anyone. Ik heb op een gewone school gezeten. Die school, die had één hele lieve meester, meester Arjen. En daar voel ik me heel gelukkig. En daar heb ik een jaar helemaal toppie op gezeten. En toen ging ik van groep 3 naar groep 5. En man, wat haatte ik die juf. Die kon alleen maar schreeuwen. Die juf, even bij de les blijven. Mijn hoofd ontplofte. En toen was ik opeens zo depressief dat ik mezelf vast heb gebonden om niet naar die school toe te gaan, omdat ik het zo vreselijk en zat was. Zo voelde mijn hoofd als de juf schreeuwde. Als een watermeloen die uit elkaar spatte. Auw. Mijn gedachten waren zo van, ik wil dood. Waarom besta ik? Wat doe ik hier? Waarom besta ik eigenlijk? Ik wil weg nu. Ik wil bij een trein stappen. Kijk, dit haal ik op van tafel af, gewoon meer dat je dat niet ziet. Maar die pet mag, nee, die pet vind ik echt leuk als we die zien. En die ook. Dan moet je een zonnebril bij. Ja, maar zonnebril ligt daar. De zonnebril ligt daar. Nee, maar dat zijn wel altijd de elementen hoe ik door het leven ga. Hè? Dat is wel. Kijk, dat zo staat, zit, weet je. Gewoon een beetje zo. Nou, natuurlijk hebben we het geprobeerd om gewoon naar school te gaan. We hebben het geprobeerd voor jaren, maar elke keer ging het fout. Behalve op het kleurenorkest. Maar ze zagen me ook gewoon zwaar depressief worden. En mijn moeder vooral ook, die zag gewoon, dit gaat nu zo slecht met hem. En als ik niks doe nu, en hij gaat steeds naar school, dan pleegt hij morgen nog zelfmoord. Dat wist zij gewoon. Dat zag zij ook gewoon naar mij. En ik had het daar ook verteld van, het leven vind ik gewoon te zwaar. Maar uiteindelijk werd dat gewoon, uiteindelijk heeft ze gezegd van, ik had haar gebeld en ik zei zo van, ik kan dit niet meer. Ik ga niet meer naar school. Ik kan dit gewoon niet meer. En ze begrepen het dat ik niet meer naar school ging. Ze begrepen het gewoon. Van, anders was ik er nu niet meer als ik vandaag de dag nog naar school ging. Dan was ik er nu echt niet meer geweest. Zou ik
kunnen zeggen. Dan had ik al lang mijn pols doorgesneden of zo, ja. I fought hard to stay at school, but every time I ended up home. I think I've seen more than 10 schools. It was very intense for me, but I also experienced success at a school. That was thanks to teacher John. He was one of the few who really listened to me and took me seriously. Okay, meester John gaan we interviewen dat hij aan de tafel staat, zit voor het bord. Heeft hij als dat zou kunnen, dat zou wel echt heel chill zijn. Anders moeten we gewoon even iets regelen. En we moeten eigenlijk ook... Anders doen we gewoon een fucking goede greenscreen. I wonder how education should change so that children like me can go to school. How they can do things differently and better, so that I get what is needed to be able to participate in the education system. I've started to do research into this. Nou, Sean, leuk om je weer te zien. Vandaag zit ik hier bij jou om je gewoon een paar vragen te stellen. Ik weet nog een tijd dat ik steeds zei dat onderwijs niet nodig was. En jij vertelde mij later dat jij die conversaties tussen mij eigenlijk, dat soort conflictje, leuk vond om over te spreken. Ah, maar het is nooit een conflict geweest. Nou, ik vind het heel mooi, zoals jij dingen neer kon zetten en kon vertellen. En ja, ik vond het hilarisch dat jij, volgens mij deed je dat in de eerste week al, mij ging uitleggen hoe overbodig ik eigenlijk was. Want ja, onderwijs was echt het meest onzinnige wat er ooit was uitgevonden. Dat heb je letterlijk gezegd. Zit je een week bij me in de klas? Ik hou ervan om daar een gesprek over te voeren. Ik heb jou ook uitgelegd toen, meteen, dat ik het anders zag. En dat ik hoopte dat jij ooit zou inzien dat het niet helemaal waar was. Nou ja, het mooiste is natuurlijk wel, je hebt er wel van genoten die 2 jaar. En of jij dan het concept van onderwijs nog steeds onzinnig vindt, ik denk dat daar nog heel veel verbeterpunten in zitten. Maar ik vind het wel mooi, hey, je zit nu voor de 2e keer bij me, dus ergens heb ik je toch weten te raken met mijn onderwijs. Ja, zo van hoe ik nu over onderwijs denk, dat is wel anders dan vroeger. Ik denk persoonlijk, zo van onderwijs is eenmaal een goed concept, vind ik. Ik vind het een goed concept dat je bijvoorbeeld naar school gaat, nieuwe kinderen leert kennen, van dat je echt in een soort groepje gaat, in clubs. Maar ik denk nog wel dat er een hele erge shift mag veranderen als het gaat om hoe geven we onderwijs. Welke lessen geven we? Welke vakken gaan we geven? Dat er ook meer variatie in komt van kinderen. Want iedereen is anders. Je kan niet aan hem dwingen van jij moet dit nu gaan weten op dit moment. Ik geloof daar niet in. Ik geloof in dat als je wel een kind motiveert om iets te gaan doen. Bijvoorbeeld wat jij deed. Jij motiveerde gewoon mij om in de klas te zitten. Jij motiveerde mij om toch dit te gaan doen en dat te gaan doen. En dat gaf mij wel van, oh, hij gelooft in mij. Natuurlijk, daar geloof ik heel erg in. En ik geloof wel in dat school is belangrijk. Daar geloof ik wel in. Maar hoe het wordt gegeven is ook heel belangrijk. En dat kan nog heel erg veranderen. Oké, zo is het nu. In het vliegtuig. We vertrekken over een paar minuten. Hoe laat is het? We vliegen over waarschijnlijk 15 minuten. Because the education of children with autism is already very different in a number of countries, I also visited foreign countries to show how things can be done differently, so that children, parents, supervisors, and teachers can learn from it. My first trip is to America, to Alex and his mother, Penny. Alex and Penny moved from the Netherlands to New Jersey, America, 3 years ago. Like me, Alex is also a guy with autism, who can't go to school in the Netherlands, but he can go to school in America. I wonder what the main difference is between America and the Netherlands.
Alex, wie was jij eigenlijk in Nederland? In Nederland was ik dat kind met autisme die niks kan. Hier in Amerika dan ben ik gewoon Alex die aardig is, Alex die creatief is, Alex die mensen helpt. Ik ben niet meer dat kind, ik ben echt een persoon hier. Ja. Denk jij dat jij de ontwikkeling die je nu hebt meegemaakt in Amerika ook in Nederland mee kon maken? Nou, dat is heel veel antwoord. Dat is gewoon echt. Nee, dat is gewoon totaal niet. Want in Nederland vertelt iedereen namelijk van, je kan het gewoon niet. Want je hebt autisme, dus je snapt het niet, je kan het niet. En uiteindelijk ga je dat soort dingen geloven als je dat vaak genoeg hoort. Maar hier, in de eerste paar dagen dat ik hier was, was iedereen van, je kan het wel, je moet het gewoon proberen. Dus ik probeerde het en dan kan ik kan hier echt 10, de eerste dag dat ik hier was, kon ik al 10 keer meer dan dat ik in Nederland kwam, alleen maar door de mindset. Op een gegeven ogenblik kreeg ik Alex thuis. Hij kon niet meer naar school. Toen dacht ik, ja, gut, wat moet zo'n kind toch zonder onderwijs de rest van zijn leven? Dan kun je dus eigenlijk niks meer doen. En Alex zei het ook zo mooi, moet ik nou de rest van mijn leven op de bank zitten met een zak chips? En toen ben ik gaan zoeken naar hoe kan ik onderwijs krijgen. Ik ben bij de gemeente, kreeg toen voor elkaar dat Alex 2 uur onderwijs per week kreeg. Maar als ik Alex zag en hoe die gegroeid was, ja, ik kon niet anders zeggen dan dat ik er ontevreden over was. Want ik dacht, dit kind moet gewoon naar school. Wij zijn hierheen gekomen. En Alex mocht meteen ingeschreven worden. En tot mijn stomme verbazing zei die vrouw, welkom. En ik dacht, jeetje, dat had ik nou niet verwacht. Dus nee, ik bleef sceptisch, gaat het door. En toen mocht Alex 1.5 uur per dag komen. Om de groep te leren kennen. We hebben dat 1 maand gedaan, elke dag 1.5 uur. En toen kreeg ik een gesprek met de school en ze zeiden, nou, we gaan Alex onderzoeken. Nou ja, dus zijn IQ werd getest. Dus een diagnose moest opnieuw. Nou, dat werd allemaal door de school betaald. En toen zeiden ze, nou, volgende week kun je komen, hebben we een aanbod voor je. En toen zeiden ze, nou, hij mag fulltime komen. En toen zei ze, ja, en je krijgt ook de schoolbus en ze komen hem halen. En ik dacht eigenlijk, oh nee, ik maakte mij angstig. Maar Alex ging naar school en het ging goed. Er is een uitspraak gedaan van minister Onderwijs. Ja? En die heeft gezegd dat alle thuiszitters over 2 jaar gewoon allemaal weer op school moeten zitten. Wat denk jij van die uitspraak? Dan moet er dus ook iets veranderen in het systeem, zodat die kinderen ook gewoon goed blijven naar school kunnen. En dat we niet zo'n idee krijgen van, zo zie je, ze kunnen het toch niet. Want hoe nu is, gaat dat zo gebeuren. Als ze hier het systeem als in Amerika maken, dan zullen ze gewoon denken van, zie je, het kan wel. De school waar Alex op zit, daar zitten 1500 kinderen. Die lunchen samen. In het begin dacht Alex, oh, haal me hier weg. In het begin dacht ik als moeder, haal hem daar weg. Dat kan die niet. En de school had zoiets van, nee, dit is inclusief onderwijs. Van mijn part zit hij aan de rand. Van mijn part heeft hij een koptelefoon op. Van mijn part, noem maar op, Alex, wat jij nodig hebt. Maar we lunchen samen. En dat heeft ook wel mij geleerd dat hij dat kan. Het heeft hem geleerd dat hij dat kan. Hij heeft daarmee ook geleerd hoe hij het kan. En ze gooiden hem niet zomaar. Het was echt, Alex, wat heb je nodig? Prima, gaan we dat proberen. Lukt het, Alex? Waarom lukt het niet? Lukt het nu wel? En zo kom je tot de formule, hij luncht nu zonder probleem tussen die 1500 kinderen. Amerika heeft hem ook geleerd dat hij slim is. Hij dacht in Nederland, ik ben dom. Want ze zeiden steeds, je kan het niet en dit gaat niet goed en dit gaat. En hier is hij zelfverzekerd. Hij heeft hier het gevoel, eigenlijk kan ik alles. Jongen, goed gedaan. Ze waren te ver voor. Nee, maar alsnog, je hebt het gedaan. Ja, hier was het. Nu komt de realisatie dat ik in fucking New York sta. Let's go. Alles is zo groot. Linda gaat nu even de standaard opzetten, want dan kunnen we gewoon mooie shots brengen voor de documentaire en misschien vlogs en whatever.
Damn. City is big. Welke kant op zou Times Square zijn? Ik zou checken op die kant op. Ja, weg. Wauw. Ja, dit herken ik wel van... de street view. Zo. Een jaar geleden kon ik niet zeggen dat ik nu hier zou zitten. Had je niet verwacht dat je dit kon? Nee, ik had niet verwacht dat ik in die depressiviteit... toen ik heel depressief was, dat was een jaar terug. En dat alles fout ging eigenlijk. Ik had niet verwacht dat ik nu hier zou zijn. Voor een documentaire maken en vloggen en doen wat ik wil doen. Het is bizar hoe ver ik nu al ben gekomen. En dan vraag ik me af, waar ben ik dan over 5 jaar? Ja. Het is ook heel mooi hier. Gebouwen zijn indrukwekkend, maar ik heb het wel weer gezien. Ben je overprikkeld of niet? Ja, nu moeten we rustig blijven en eruit gaan. En dat gaan we nu doen. Ik heb heel vaak gehoord, Marlijn, ga naar school. Ja, maar dat lukte mij gewoon totaal niet, zei ik elke keer. En dan zeiden ze tegen mij, ja, maar ik wil ook soms niet naar school. Of ik wil ook gewoon niet mijn bed uit, maar ik doe het toch. Maar dat toch, dat lukte mij niet. En het was zo frustrerend dat iedereen tegen mij zei van, Marlijn, just man up and do it. En ik ging bij mezelf denken... Ik kan nooit iets. Ik denk nooit dat ik dit ga kunnen. Wat is er aan de hand met mij? Waarom lukt het mij gewoon niet om uit bed te komen en naar school te gaan? Waarom lukt mij dat niet? Waarom maakt alles me gek? En dat vroeg ik me heel lang af. Voor zoveel jaar. Toen dat ik uiteindelijk iemand sprak en die zei... Dat komt gewoon door je overprikkeling. Ik zei van overprikkeling, wat is dat nou? Zo, ben ik laatst naar... Utrecht geweest, naar het UMC, om te onderzoeken wat gebeurt er nou in mijn brein? Wat gebeurt er nou daarboven? Ik wil echt gewoon een kaart hebben met Marlijn, dit gebeurt er in je brein als je deze dingen op je krijgt. Om echt gewoon te laten zien van dit is echt een ding dat gebeurt. En we begrijpen er zo weinig over. En de mensen die zeggen Marlijn, je bent gewoon lui. Zo van, ik snap het. Ik snap waarom dat ze het zeggen. Het is gewoon... super moeilijk te begrijpen en het is zo groot en open. Zo daarom bouw ik gewoon voor mezelf ook op kaart brengen van wat is nou overprikkeling en hoe is dat dan voor mij? En ik wil jullie heel graag meenemen. To understand more about my sensory overload, they make an EEG of my brain. Since 2013, they have been researching stimulus processing in order to improve the diagnostics and treatment of children with a disturbed stimulus processing. Bij heel veel kinderen die ontwikkelingsstoornissen hebben, zoals autisme, ADHD, of laten we zeggen die daar diagnoses van gekregen hebben, eigenlijk veel meer last van prikkelverwerkingsproblemen hebben dan van alle klassieke symptomen zoals aandachtsproblemen, sociale problemen. En dat we langzaam maar zeker overtuigd geraakt zijn dat prikkelverwerkingsproblemen de juiste ingang zijn om veel mensen en kinderen met dit soort stoornissen of problemen te helpen. En dat het een betere ingang biedt. Dus we moeten meer weten dan het EEG. We moeten ook echt weten waar heeft iemand nou echt last van. Want wat we weten, en volgens mij heb jij dat ook aan ons verteld, is dat jij sommige prikkels heel goed aan kan, maar sommige prikkels helemaal niet. En we weten bijvoorbeeld dat sommige mensen met hele heftige epilepsie en hele heftige vormen van autisme dol op hardrock zijn, maar helemaal in paniek schieten als ze een huilende baby horen. Dus ieders prikkelverwerkingsprobleem kan heel specifiek zijn, dat in hele specifieke omstandigheden bepaalde prikkels wel of niet stress geven of afleiding geven. En dat bedoelen we met een prikkelprofiel, dat je de combinatie van dat EEG met iemands persoonlijke prikkelbeleving naast elkaar moet leggen en dat ze samen in beeld moet brengen. Want eigenlijk weten we dat er geen enkel standaard prikkelprofiel bestaat. Ieder mens met of zonder ontwikkelingsstoornis
of probleem heeft een ander prikkelprofiel. Ja. Recht naar mijn neus kijken. Ja. Nou ja, wat dit is, dit zijn de spuiten. Die zien er wel een beetje eng uit. Ja. Dat kunnen we goed meten. Ja. Dat zit goed. Dan gaan we met het eerste taartje beginnen. Oké. Wat ik heel interessant vind, is dat het... Dus dat jij het moeilijk kan verklaren dat je dat merkt als je in een klas binnenkomt. Want wat je daar zegt, is dat je eigenlijk weet dat het niet zo zou moeten zijn. Dat je er eigenlijk last van hebt, maar toch gebeurt het. Ja. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen waar we te weinig aandacht aan hebben besteed, is dat die prikkelverwerking dus echt een onbewust proces is. En als het dus niet goed staat afgesteld, dan ervaar je het wel, maar je kunt er niks aan doen. Het is alsof je de hele dag over je veters struikelt zonder dat je kan zien dat ze loszitten. En dat is heel belangrijk, want heel veel andere processen zoals concentratie, waar je dan training voor kan nemen enzovoort, die hebben een heel ander soort probleem. Daar kun je ook last van hebben, maar dat ervaar je toch iets als iets wat je kunt gaan doen of niet kunt gaan doen. Maar die prikkelverwerking kun je niet uitzetten. Die is er altijd. En denk je dat, dat iedereen, bijvoorbeeld mensen die naar school gaan of naar een nieuwe baan gaan, zo'n test moeten maken waar ik eigenlijk doorheen ben gegaan, zodat ze... Dat bijvoorbeeld scholen rekening kunnen houden met kids die extra last daarvan zouden kunnen hebben. Van dat ze zien van, oh, hij heeft hier last van. En omdat hij het niet kan aangeven. Dat ze echt kunnen zien van, dit gebeurt er in zijn brein. Ik denk dat we over 20 of 30 jaar, dat het totaal normaal is dat jij op je appje laat zien met één elektrode wat jouw prikkelprofiel is. En dat toekomstbeeld wat jij schetst, dat gaat zeker gebeuren. My journey for education brings me to Finland, because here they have changed the education system. I want to know more about the reasons why, about what they do here for children with autism, and how they do things differently from the Netherlands. I visited Tekla, an 18-year-old girl with autism. She has a service dog, so she can go to school. Well, I'm autistic. I think that's pretty obvious. And I was diagnosed when I was, I think I was 12 or 13. Mm-hmm. And then I have issues with some things, mainly with like anxiety and also dealing with different noises. And so sometimes it gets really difficult for me, and then he helps me by sitting in my lap and providing with pressure in different variations, and then I calm down. And what does the dog mean to you? I would not say he's my best friend, because my parrot is my best friend. So when I had my big issues at school, the teachers were not at all part of the problem. It was simply that the environment of school, mainly actually the other students, were too loud, too unpredictable for me. The teachers were very understanding, some more than others, but everyone did their best to help me. Or if they know that you struggle, for example, in maths, then you can have extra lessons on the side with someone who helps students who struggle in a way or another. And then that may be one-on-one education, so it's just you and the teacher, or then it may be a small group. I struggled with reading quite a lot because I originally had learned to read in English. So we, example, had a reading book. And then everyone else's pages may have had, say, 3 lines of text. But mine may only maybe had 2. So the extra things were left out, but the most important things were left in. And then within a few years, I caught up to my fellow students in reading, and now I read at the same level as
other students my age. While I stay here with Tekla and her parrot, my mother Saskia goes to see the Finnish Agency for Education. I wonder why the government here in Finland has decided to change education and what they do for children who need extra help. For example, do these children also have to go to school 5 days a week, as in the case in the Netherlands? My mother is going to ask Taio Kuljonen. In Finland, we have the obligation to be educated, but you don't have to go to school. It doesn't depend, it's your own choice how you get education. So if the parents decide that we will be teaching our child at home, that's possible. So it doesn't really need any real bureaucracy. It's the parents' decision. There has to be a school which is supervising the education of that child who is in homeschooling. And of course, the assessment takes place by the teachers. So the pupils have to go to tests, or they can take the tests at home, but somehow the school is involved in the assessment. But it is possible in Finland that when a child needs it, there will be extra hands in the classroom to help the child. Yes, that's like in the legislation. Special teacher who is sitting next to the child maybe for something to help out in the classroom. Yeah. That is possible. Yeah, there are several ways to organize it, but it's in the law that the pupils are entitled to this kind of support, which I mentioned, this three-step support. Yes. And it can be a teaching assistant, it can be a special needs teacher who comes to the classroom or takes the pupil away for a while, for 15 minutes, for example, during a lesson. There can be any kind of combination which just suits best that particular child and pupil. I would like to interview Tekla's teacher to find out if she thinks the new system is working well and if there is room for improvement. Well, I think we have left the real authoritarian style behind us. That is something that I don't think works anymore. No one is arguing for that. Taking the students as individuals, not as a group, I think that's a great difference and something I think is really valuable. Where there's a will, there's a way, you say. And I think we have that in Finland. And also some digital solutions could offer some help for students with this kind of problem, because it's not always, you don't need to be in the class to be in the class. Now, lopen we. Hoe is de sfeer? Nou, de sfeer is goed. Zoals je ziet achter me komen er heel veel mensen in de zaal. Hoe het met me gaat op dit moment is, ik ben erg moe, ik heb niet geslapen. En dan zou je denken, goh Marlijn, ben je dan niet zenuwachtig dat je dit gaat doen? Op een podium staan voor zoveel mensen? Nou, eigenlijk niet. Ik doe dit vaker, ik geef trainingen met mijn moeder. Maar het is ook gewoon zo grappig. Dit jaar weet ik nog dat ik in een zware depressie kwam vanwege school, middelbare en zo. Kijk eens waar ik nu zit. Hoe heb je de basisschool ervaren? Nou, ik ben op echt heel veel scholen geweest in mijn leven. Aan speciaal onderwijs en ook uiteindelijk gewoon regulier basisonderwijs. Dus veel wisselingen. Ja, zo, gewoon bijna elke school lukte niet, behalve de laatste die ik had gehad. Dat was een NLP-school. In Limma. En de NLP is neurolinguistisch programmeren. Dan gaan ze meer communiceren met de kinderen en dan gaan ze meer kijken naar de kinderen. En we hadden echt zo'n toffe meester die het passend wou maken voor iedereen in de klas. En niet alleen vanwege mij, omdat ik autisme had. Want hij zei, ja, maar wij kan wel autisme hebben. Maar bijvoorbeeld, zij kan hoogsensitief zijn en hij kan hier een probleem mee hebben. Zo, hij probeerde het altijd passend mogelijk te maken voor iedereen. Nou, veel scholen gingen dus mis. Wat ging er dan mis? Is er iets algemeens over te zeggen? Ja, gewoon mijn overprikkeling. Want ik kan zo slecht tegen prikkels. En als daar geen oplossing voor werd gebracht, dan raakte je mij kwijt. Het lijkt me iets heel concreets, waar je ook heel concreet iets aan kan doen.
Ja, alleen hun wouden daar niet naar luisteren. Zo van, het ging maar altijd fout. En het was ook in een tijd toen ik jonger was, het vond ik het nog moeilijk om te spreken van, ja, ik heb hier last van en daar last van. Dat kwam pas later in mijn leven. Maar het ging steeds fout, omdat ik voelde me niet veilig, ik voelde geen band. De overprikkeling was te heftig en elke keer als ik thuis, ik kwam altijd overstuurd thuis. Ja. En het enige ging goed op die NLP school in Limmen vanwege één toffe meester die alles passend kwam. Hoeveel school had je toen nog gehad? Dat kan ik niet aan mijn hoofd zeggen, er zijn echt zoveel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Hey, dit afmaken en dan de woordjes en dan ben je er klaar voor. In recent years, I haven't been able to go to school, but I've been able to get an education in my own way, with the help of Mathilde. She has been involved for 12 years, knows me through and through, and speaks my language. I can always discuss everything with her, and this has helped me build a self-esteem. Hoe was ik vroeger en hoe ben ik nu, als het gaat om bijvoorbeeld het onderwijsstuk en als gewoon persoon? Yeah. Als persoon ben jij heel erg veranderd in dat je veel meer zicht hebt op jezelf. Dus jij kan nu van jezelf zeggen, hier heb ik last van, dit heb ik nodig. Dit is met mij aan de hand of dit wil ik anders. Daarin ben je duidelijker geworden, stelliger. Dus daar ben je in persoon heel erg in veranderd. Waar ben je nog meer in veranderd? Nou ja, je bent eigenlijk veel zelfverzekerder geworden. Je bent niet meer dat angstige jongetje van vroeger die boos kon worden omdat het allemaal niet meer zo ging zoals jij het wilde. Je kan dat gewoon niet doen met je stem, als er wat is. Je kan het gewoon zeggen. Je bent wel drukker geworden in je praten. Luider. Dat was je vroeger niet. Dus dat is ook veranderd. Ik zie dat niet als een fout ding. Oh, dat gaat, er is niks goeds en niks fout, hè? Wat je vroeger was ook niet fout, dat weet je. En als het gaat om bijvoorbeeld... ik kon in 2016, volgens mij, kon ik niet naar middelbare school. Ja. Denk jij dat misschien later, of nu zelfs, want we hebben het niet uitgeprobeerd, dat ik wel naar school zou kunnen, omdat ik zo ben veranderd, misschien in een kleine periode of gewoon een lange periode? Ja, ik denk, dat vind ik wel een spannende, omdat ik eigenlijk niet precies weet hoe jij het weer gaat dan doen op een school in een omgeving met allemaal andere leerlingen, drukte en andere docenten. We zijn eigenlijk wel een beetje heel erg aan elkaar gewend. Daar heb ik ook laatst geprobeerd dat iemand anders met jou aan het werk ging en dat ging eigenlijk heel goed. Dus dat zie ik dan nog meer als stap van, hey, dat gaat ook, je bent gewoon gekomen, je hebt gewoon gewerkt met iemand anders. Dat vind ik ook wel een hele grote stap. Dat het gewoon gelukt is. Dat je niet ziek bent geworden. En ik denk op een school waar gewoon mensen jou begrijpen, de docenten, dat dat gewoon prima kan. Dat als er iets is dat het even tegenvalt, dat een docent zegt, nou ja, prima, kan gebeuren. We gaan het gewoon weer nog een keer doen. Of we gaan het even anders doen. Dan denk ik zeker dat het kan. Ja. Alleen je moet wel een vertrouwen hebben in jezelf. Because I want to work in the movie industry, I'm following the course 3D Producer at the College of Multimedia in Amsterdam. Who would have thought that? At this private institute for adults, I get the education that suits me. I feel very much at home here. Ja, en we moeten ook toetsen doen. En weet je, ik raakte daar heel erg gestrest van. Ik raakte heel erg gestrest van wat moet ik doen, weet je? Want ik ben namelijk heel visueel en het was alleen maar woorden en er waren geen plaatjes of zo. Het was alleen maar woorden. En natuurlijk, ik onthoud het om de plaatjes te zien, maar ik onthoud het niet door gewoon de naam ervan te kennen. Zo, ik had die test gedaan en het ging niet echt helemaal lekker, voelde ik ook. Het is uiteindelijk ook niet zo lekker gegaan. En ik ging echt met een paniekgevoel naar huis. En gewoon echt paniek. En toen dacht ik van, dit is niet goed. Want ik wil hier uit, weet je. Dit is niet meer wie ik ben. Zo, ik ging dus naar de leerkracht. En ik zei van, nou, ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb dit heel moeite. En hij liet mij dus mijn rapport al zien van ook de opdrachten die ik eerder had gedaan.
En hij zei van, ik denk dat je het gewoon kan halen. Hoe cool zou het zijn als je zonder hulp of zonder een hulpmiddel nou dit gaat halen? En toen dacht ik van, je hebt eigenlijk helemaal gelijk, man. En dat gaf mij ook weer rustgevoel, want hij snapte echt wel mijn probleem. En hij zei ook van, ja, ik heb ook vroeger problemen gehad met school en zo. Maar het is zo'n verademing eigenlijk, dat hij zoveel in mij vertrouwt ook. Ik heb altijd gezegd dat school voelt voor mij als een cel. En nu ben ik vrij. Altijd wel weer dat je die skyscraper ziet. Ik weet niet of je het ziet. Huh? Meestal wel hoog. Waarom werkt deze setup voor jou? Ik heb ervoor gekozen. Ik ben hier omdat ik het echt wil. En ik vind de studie superleuk en interessant en zo. En natuurlijk heb je zelf nog ups en downs over je werk. Van, is het goed genoeg, weet je? Maar daar leer je ook weer heel veel van. En gewoon wanneer het te veel is of ik moet naar het toilet of ik ga drinken. Nou, dan loop ik gewoon de klaslokaal uit. Ik ga ook altijd even iets eerder weg om 9:30 gewoon. Omdat... kom ik op tijd thuis, kan ik mijn avondritueel doen, weet je. En ik ben hier niet, ik zit hier niet vast. Heel erg vrijheid en veel, hoe zeg je dat? Je hebt heel erg de eigen regie. En dat heb ik ook gewoon nodig in het leven. Gewoon. Ik moet niet horen wat een ander zegt. Ik moet het doen. Ik moet het gewoon zelf gaan doen. Ik moet zelf kunnen bepalen. Ik ga gewoon nu even een glas water pakken. Zo. Nou, Marlijn, ik denk misschien voor de mensen hier is nog heel veel kort leuk om te weten van waar heb je aan gewerkt in je coachtraject en wat heb je bereikt? Dan kunnen ze je even plaatsen. Nou, wat ik heb bereikt? Nou, eigenlijk wat ik wou bereiken, inderdaad. En wat ik echt wou bereiken is een beter leven hebben en uit een depressieve staat komen en doen wat ik eigenlijk echt wilde. Ik wou heel graag filmer worden. En gewoon eigenlijk meer zelf mijn regie aangeven. Mm-hmm. Dat is ook wat ik uiteindelijk heel belangrijk vond in mijn leven. Maar ik kreeg de kans niet en ik wist gewoon simpelweg niet welke stap ik moest zetten. En toen ook voor het eerst dat ik met jou ging praten, dacht ik, nou, wat doe ik nou hier? En wat moet ik nou precies doen? Maar jij wist toch om mij uit die depressieve staat te halen. En jij wist welke stappen ik nodig had. Dat wist jij gewoon. En dat heeft mij heel erg geholpen. Dat ik iemand had zoals jij. Die gewoon zei van, nou Marlijn, als we deze stappen gaan doen. En als je gewoon soms voor mij komt filmen. En daar een video van maken. Dan kunnen we kijken wat we verder gaan doen. Zo uiteindelijk heb je me ook geconnect met allemaal andere mensen. Die allemaal opdrachten hadden. Heb je uiteindelijk ook gedaan. En dat heeft me gewoon zo ver gebracht. En ook weer eigenlijk een beetje zingeving in het leven. Want eerst dacht ik echt van, nou weet je, ik weet niet wat ik moet doen. Want school lukt niet. Het lukt me niet om gewoon mijn dagelijkse leven te leiden. Ik moet gewoon dood. Dat is letterlijk wat ik dacht. En toen jij mij die opdracht ook gaf dat ik ging filmen. Dat gaf mij eigenlijk weer zingeving. En oh, ik kan wel iets. En dat was echt wel nodig dat iemand aan mij liet zien dat ik iets kan. En dat heb ik eigenlijk bereikt. De zinleving weer in het leven, ja. En een eigen filmbedrijf inmiddels, toch? Een website en opdrachten. Ja, en... Ik heb het gewoon lekker druk op een moment. Opleiding en, nog. Opleiding er ook nog bij. Zo, ik heb allemaal dingen op mijn bord. En het gaat hartstikke goed. En ik zit goed in mijn vel, ja. En natuurlijk heb ik soms wel dagjes van, nou, het gaat heel slecht met mij. Maar dan weet ik wel wat ik moet doen, hoor. Ja, ik heb nu wel echt een soort blauwdruk van mezelf gemaakt. Van als het slecht met me gaat, dan moet ik dit doen. Jij vertelt ook, dat vond ik ook heel interessant. Van als jij een drukke dag hebt gehad, dat je ook weet van ik moet gewoon weer eventjes
rustnemen. Ja. En hoe ziet dat er bij jou uit? Van als jij bijvoorbeeld zo'n dag als dit hebt gedaan, hoe ga je daarvan bijkomen? Nou, sowieso. Het is een heel mooi voorbeeld om deze week sowieso te nemen. Want ik heb een drukke werkweek gehad. Zo maandag, dinsdag, woensdag filmen. En dan donderdag en vrijdag dat editen. En ook nog eens de studie daarbij. En dan ook weer dit, vroeg opstaan en zo. Ik plan altijd voor mezelf in een paar rustdagen of zelfs een week of zelfs een maand, al zou ik moeten. Toen ik uit Amerika kwam, ik had meer dan 3 maanden nodig om weer helemaal te herstellen te worden van tijds... van jetlag en van dat hele editingproces en wat allemaal is meegemaakt, al die nieuwe ervaringen. Natuurlijk, dat was heel, heel zwaar voor me, dus ik had 3 maanden de tijd nodig om weer helemaal te herstellen. En je moet gewoon dat eigenlijk compenseren en communiceren met mensen van dit is voor mij, dit gaat mij een stapje te ver. En dat is ook weer met mijn gebruiksaanwijzing, dat moet ik gewoon aan iedereen geven meteen. Wat ik nog interessant, wat jij net zei, is dat je dus toen je begon met die coaching, dus zat je niet lekker in je vel, toen was je heel erg overprikkeld, toen trok je bijna niks. Ja. En nu trek je veel meer. Ja. Hoe kan dat? Ik heb altijd gezegd dat motivatie is een filter. En ik had gewoon geen filter in die tijd. En ik had helemaal geen motivatie om te leven. Ik dacht alleen maar de hele tijd, wat doe ik hier? En nu, omdat ik zo'n mooie baan heb en zoveel mooie mensen heb leren kennen in die tijd, heb ik eindelijk zingeving gekregen en een doel naar wat ik wil streven. En die doel, ja, die heb ik al bereikt, maar ik wil meer doelen bereiken nu vanwege dat doel. Ik heb eigenlijk altijd zin om de volgende dag te beleven. En dat geeft mij meer een groter filter om tegen die prikkels te kunnen. Ik draag alleen een pet en soms een koptelefoon, maar eigenlijk is het niet nodig. Nou, we zijn nog steeds bezig met die documentaire en ik ben zo erg mezelf tegengekomen. Ik wist niet dat dit project zo persoonlijk zou worden. En het heeft me ook heel veel pijn gedaan, het hele project. Het heeft me echt heel veel verdriet ook gebracht over van jaloezie, over dat ik niet naar school kan en Alex wel. En over waarom doen ze dat niet hier in Nederland? Ik moet gewoon naar Amerika, ik moet daar gewoon wonen. Natuurlijk, er kwam ook een lichtelijke depressie erbij. Ja, dat moet ik ook eerlijk zeggen. En het heeft gewoon heel lang weer geduurd voordat ik weer op de been was. En toen ik verder ging editen voor Reis voor Onderwijs, ben ik toch wel heel dankbaar ook dat ik niet naar school ben geweest. Ook heel dankbaar over dat ik het project mag doen. En ik ben heel dankbaar. Dit is zo belangrijk. En ik gun niemand deze pijn. Zo, daarom ben ik nog steeds bezig met die documentaire. Ja. In the past few years, my journey for education has been a bumpy road, sometimes extremely heavy. And what I've learned about myself, and with a lot of help, I've made great strides. I finally found my way. Nou, dit is wel echt een speciaal moment. Toen ik 11 was, had ik mijn eigen diploma gemaakt. Omdat ik dacht dat ik nooit ooit een diploma zou halen. Maar daar hangt hij. Ja, en zo zie je toch ook weer dat al als je ergens passie voor hebt en als je echt iets heel graag wil, het maakt niet uit wat je hebt. Het kan toch? Ah, ik voel me wel echt trots op het moment. Dit is echt een accomplishment, zoals ik dat graag noem. Ja, ik kan ook gewoon niet naar stoppen kijken. Het is gewoon echt heel gaaf. Echt heel gaaf.